De date night gaat van start met Ali en het is verbazingwekkend dat hij het restaurant heeft weten te vinden. Ik heb hier mijn TomTom. Die helpt me altijd de weg terug te vinden, want ik ben best wel vaak de weg kwijt. En met dit ding komt het altijd wel goed dan. Ja, toch? Ik ben wel eens verliefd geweest, maar ik heb nog nooit een relatie gehad. Omdat ik verliefd was op Katja Schuurman. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hallo Ali. Goeiedag. Hi. Wat kijk jij mij indringend aan? Wat wil je mij zeggen? Ik wil jou helemaal niks zeggen. Oh, oké. Je ziet er fantastisch uit. Oh, dank je wel. Dat wou ik je zeggen. Wat was het? Ja. Ik val op vrouwen met een goede atmosfeer om zich heen. Die matchen met mijn atmosfeer. Heb je goed voorbereid? Zeker. Ja, okay. Man. Ja, man. Dan gaan we meteen. Maar gewoon de eerste, joh. Ja, zeker. Hi, man. Max. Ali, man. Ali. Aangenaam. Hoe gaat het? Ja, gaat relaxed, man. Ja? Ja, met jou? Ook ontspannen. Ja, toch? Ik word helemaal rustig van jou. Ja, echt? Ja. Maar ga je mij nu niet vragen wat wil je? Of? Ik wacht op dat jij een lijstje. Wil je gewoon weet je wat je wil? Nee, je moet even vragen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon wat lekkers voor jou maken. Ja, toch? Is cool, man. Ja, toch? Is cool, man. Ik denk dat ik jou al ken. Ja? Ik ga een beetje een pittig drankje maken. Ja, toch? Ja, toch? Een goede kick erin. 100. Zo, wat heeft jou hier gebracht vanavond? Ik zeg je eerlijk, ik heb tussenjaar, toch? Ja. Tussenjaar van daten? Nee, tussenjaar van studie gewoon, toch? Okay. Dus ik dacht gewoon even chillen, een beetje eten, een beetje drinken. Ja. Koop op een leuk meisje, dan heb ik ook nog een leuke vibe. Je weet toch? Okay. Gewoon een leuke chillings, toch? Ja, 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 ja. Ja, man, dat is eigenlijk waar ik op hoop, man. En hoe gaat het daten nu dan? Ja, gaat wel stabiel, man. Maar het is niet echt daten wat je het kan noemen, snap je? Oké. Maar het is niet dat ik iemand echt beter leer kennen of zo. Oppervlakkige. Ja, oppervlakkige, ja, man. Beetje op de oppervlakte, zeg maar. Ja. Nog net niet die inhoud, snap je? Vanavond wil je die diepte induiken. Vanavond wil ik kubieke meters zien. Ja? Ja, man. Je wil gewoon de bodem bereiken. Ik wil de bodem bereiken. Oké, we gaan voor die schatkist. We gaan voor die... we gaan voor Titanic. Oh, nee, niet Titanic. Nee, we gaan niet zo diep zinken. We moeten wel weer heel uit boven water komen. Ja, man. Ah, ik ga het wel echt laten paaien, man. Ja? Ja, ik ben gewoon skeer, man. Wat nou als zij verwacht dat jij betaalt? Wat ga je dan doen? Maar ik ga gewoon tegen haar zeggen van ja... Weet je toch? Ik heb jouw gezelligheid gebracht. Jij mag me ook iets brengen, toch? Dan kan je een beetje afwassen. Nee, broer. Aura heeft vandaag behoorlijk wat werk gemaakt van zichzelf. Ik hou heel erg van make-up. Ik heb vanochtend 2,5 uur voor de spiegel gestaan. Dus ik hoop dat mijn date vindt dat ik er leuk uitzie. Ik ben een alleenshopper, maar ik vind het ook leuk als ik straks een vriend heb die lekker samen met mij komt shoppen. En niet zo zit van, nou kom op, het duurt lang, kom op, ga die winkel uit. Gewoon iemand die net zoals ik lekker de tijd wil nemen met het shoppen. Hallo. Hi, goedenavond. Hallo Aura, goedenavond. Hi. Hi. Aura. Wat heb je een mooie glimlach. Dankjewel. Ja, dankjewel. Je zit al te koekeloeren, hè? Ja. Koekeloeren, ja, dat moet je zeker even doen. Ik zat half te spieken naar wie er aan de bar zat. Want het is ook een beetje vol in de adrenaline van, oh jee, het hele restaurant, hoe ziet het eruit? Looking lovely. Dankjewel, kom. Dankjewel. Hallo, hi. Ali. Hi, ik ben Aura. Aangenaam. Hi. Alles goed? Jazeker, met jou? Ja, nu gaat het wel goed, hoor. Ja? Ja, man. Je hebt harde patas aan, man. Dankjewel. Ja, ik zeg je eerlijk, ik fok echt met je patas, man. Dankjewel. Ja, man. Yousu, man. Kom je van ver? Ik kom van Utrecht, man. Oh, dat valt wel mee. Een van de eerste dingen wat hij zei was, ja, ik fuck echt met jouw patas. En dan, ja, weet je, het is prima, maar je weet niet wie je tegenover je hebt. Dus ik zou het zelf in eerste instantie niet zo gezegd hebben. En toch wel even wat sneller voor een normaal ABN gekozen hebben. Ja. 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 Hey, dat is spannend, man. Ja. Ze hoort je, hè? Oh. Ja, ik hoor je gewoon. Ik dacht wat in mijn hoofd was. Goedenavond. Hi, goedenavond. Max. Hi, ik ben Aura. Aangenaam, Aura. Mooie naam. Dankjewel, dankjewel. Ik vond wat er echt uitsprong, was haar gezicht. Ik vind de Aziatische dames wel mooi, knap. Ik vind je oudje echt aan, man. Dankjewel, ja, dankjewel. Maar moet ik algemeen beschaafd Nederlands met jou praten? Of? Nee, hoeft niet hoor. Ja, want zeg maar, sommige meisjes of mensen die vinden zeg maar van, hey, ja, ik weet niet uit welke... Ik vind het niet heel mooi als iemand alleen maar straat aan nee, praat. Nee, is prima. Dus dan ga ik gewoon algemeen beschaafd Nederlands praten. Dat is geen probleem, hoor. Wat voor opleidingsstudie doe je? Nou, ik studeer commerciële economie. Oh, je hebt het over hele slimme dingen. Ja, we hebben het over hele slimme dingen. Kom, educated. Ja. Verder aan tafel over slimme dingen praten. Ja, is goed.
ravioli. Ja, ravioli. Mag je menukaart? Dankjewel. En voor jou? Ravioli. Ook ravioli. Ja, toch. Wat is ravioli eigenlijk? Ik ben het even kwijt. Pasta. Oh ja, ik was helemaal kwijt. Ja, man. Dat is net als bolognese en zo, toch? Bolognese? Bolognese, oké. Okay. Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Bolognese. 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 Bolli. Ja, heb jij... Bolli? Bolli? Bolli. No, maar gewoon bolognese. Ik denk dat hij oprecht van zichzelf best wel gewoon een lolbroek is. Maar... ik denk dat hij niet weet op welke momenten hij dat een beetje moet inhouden. Waar kom je heel vast commerciële economie? Ja. Dat is HBO, toch? Of is dat, ja, toch? Ja. Hoeveelste jaar ben je? Ik heb net het eerste jaar gehaald. Wat doe jij? Ik doe farmacie op dit moment. Farmacie? Ja. Oké, interessant. In Utrecht. Oké. Okay. Een HBO of? Is de WO, maar ja, maar unietje gewoon. Okay. Snap je? Oké. Okay. Je moet wel weten met wie je aan tafel zit. Snap je? Dat is slim, hoor. Ja, ik besef het, hoor. Nee, besef het. Nee, maar waar doe jij het dan? In Amsterdam. Kijk eens, voor jullie caspacho, alsjeblieft. Dank je wel. Wil je chappen? Wil je eten, bedoel ik? Wil je voedsel benuttigen? Volgens mij is het toch koud, toch? Of niet? Oh. Ja, dat is koud. Ja? Ja? Wat is dit dan? Oké, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, toch? Bro. Bro. Ik ben niet geknikkerd. Sorry man. Hey, kan ik nog een drankje krijgen? Als je me met meneer wil aanspreken. Meneer? Ja, wat? Het is een jonge man. Zo. Wat is het? Ook alsjeblieft een drankje kunnen krijgen. Absoluut. Wilt u misschien hetzelfde als daarnet? Dat lijkt me wel lekker. Ja. Dat ga ik meteen voor u halen. Dank je wel. Cola van je. Cola komt eraan. Dank je wel. Bro? Ja, maar ik had net een goed gesprek met hem. Oké. Okay. Ja, niet zo doen, niet zo doen. Nee, maar waarom doe je alsof we echt in de halve krim zitten of zo? Doe maar. Ja, maar... Toch een beetje manieren, toch? Jij vindt dus dat ik geen manieren heb. Is dat eigenlijk wat je wil zeggen? Dat is gewoon weer een beetje... Wat? Gewoon een soort van aannames maken. Dat nee, zeg nee, ik nee, niet. Nee, dat vroeg... Oh, is dit onze eerste ruzie? Ja. Maar deed je vaker in restaurants? Ja, ik hou daar meestal niet... In restaurants hou ik niet zo van. Ik vind dat altijd zo'n sollicitatiegesprek. Maar ik dacht, doe ik keer wat anders. Ja, toch? Maar waar hou je wel van dan? Ja, ik vind het terrasje vind ik altijd net even wat beter. Net even wat relaxter. Ja. Daar kan ik wel in vinden, man. Zo zeg je dat toch? Daar kan ik je wel aan vinden. Nee, maar daar kan ik je wel aan vinden. Of toch? Daar kan ik mezelf wel in vinden. Ja, man, dat was hem. Je zei het de eerste keer ook gewoon nog goed. Ja, maar ja. Ik had wel gewoon echt goed gehad voor het Nederlands, man. Wat zeg je? Ik had echt een goed cijfer gehad voor het Nederlands. Ja? Ja. Chapeau. Dat is het Frans. Dat is... Maar het wordt ook gewoon gebruikt in het Nederlands vocabulaire. Ja, dat is zeker waar. Zeg je eerlijk, deze date gaat niet echt top, maar het had ook slechter gekund. Je weet toch, dus ja. Snap je? Want wat vind je er niet top aan? Het enige wat ik niet er top aan vind, gewoon ik denk dat de woorden die ik gebruik en de manier waarop niet echt aansluiten bij hoe jij het wilt. Snap je? Dat jij iets nou, anders heb je wel gelijk in. Snap je dat jij iets anders verwacht of zo, snap ja, je? Ja, wel gelijk in. Ja, maar en dat voel ik aan. En ik zou oprecht wel gewoon kunnen praten zoals jij wilt. Maar ik doe dat niet. Maar ik doe dat niet. Swiss. Ja, toch? Dankjewel. Ik ga kijken. Ik wil niet zeggen dat ik ga betalen. Nee. Oh! Ja, is goed. Ik zeg je eerlijk, geen doekel, man. Ik heb geen geld. Je hebt geen geld? Ga jij betalen? Wil je dat ik betaal? Ja, ik heb geen geld, man. Ik ben skeer, man. Ben je skeer? Ja, maar ik heb tank betaald. Ik heb geen geld meer. Oh. Dus ik ga maar jou geven. Ja? Pak wel die pepermuntje.
Ga je maar mij geven? Ja, ja, ja. Serieus? Ja, ja, ja. Maar ik heb... Wil je splitten? Ik kan niet splitten, ik heb geen geld bij me. Heb je serieus geen geld bij je? Nee, ik heb echt geen geld bij me. Maar ik vind, we leven in 2023. Ik vind... Vrouw moet betalen. Vrouw moet betalen. Ja, is goed. Ja, toch? Ja. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nee. Ik heb het gewoon cash in de auto liggen, toch? Ik ga het gewoon zo pakken, is geen stress. Ja, maar, ja, ik zweer het. Had je dat meteen moeten zeggen? Want je geeft daar bijna een hartinfarct. Ja, het is 2023, toch? Het zou moeten kunnen, ja, zeg maar. Nee, het zou niet moeten alles kunnen. Kan in 2023. Nou, oké, dan snel. Yo, jij gaat het ook zeggen, toch? Ja, ik wou inderdaad gaan zeggen nee. Ja, daarom. Nee, ik denk dat wij vriendschappelijk wel goed zouden klikken, maar niet echt op een romantisch level. Dat... Daar sluit ik me helemaal bij aan.